Hey, ik ben Noah Grim en je kijkt naar Music Store TV. Vandaag gaan we het hebben over de Rodenberg GAS 789. Let's go! De GAS 789 is als het ware Rodenbergs monster met alles erop en eraan. De bovenkant van de pedaal is gemaakt van roestvrij staal, wat hem die unieke Rodenberg look geeft. Het pedaal is eigenlijk een volle GAS 707, 808 en 909 Plus in één pedaal, met een paar extra functies wat hem een True Bypass, Clean Boost en Double Overdrive pedaal maakt. Alle drie de secties van het pedaal hebben de gebruikelijke level- en toonknoppen voor respectievelijk het volume en de hoeveelheid hoog in je geluid. Ook hebben de 808 en 909 secties beide een drive-knop voor de hoeveelheid gain. Alle drie de secties komen daarnaast ook nog met een bassboost om laag toe te voegen. De 808-knop schakelt de GAS 909 Plus sectie naar een GAS 808. Op de achterkant van het pedaal vinden we twee extra outputs waaraan je externe schakelaars kan aansluiten om de Go-functie te gebruiken voor de 909 en 808 secties. In de Go-modus activeert het pedaal alleen wanneer je een voetschakelaar ingedrukt houdt. Er is ook een Bolt-knop. Wanneer deze knop is ingedrukt kan maar één van ofwel de 808 of de 909 Plus secties tegelijk aanstaan. Zo kun je gemakkelijk tussen twee verschillende sounds schakelen. De 798-knop schakelt de volgorde van de drie secties binnen in het pedaal. In de standaardmodus is de volgorde 707, 808, 909+. Maar wanneer je de 798-knop indrukt, verandert dat naar 808, 909+, 707.
Wil je meer informatie? Aarzel dan niet om naar onze Music Store website te gaan. Vond je dit nou een toffe video? Like hem dan alsjeblieft. En wil je op de hoogte blijven van al onze nieuwe video's? Abonneer dan op dit YouTube kanaal. Keep rockin'!